In het klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van CO2 in 2030 te halveren ten opzichte van het jaar 1990. Een van de afspraken is dat de 30 energieregio's in Nederland onderzoeken hoe en waar duurzame energie opgewekt kan worden en welke warmtebronnen er zijn, zodat wijken en gebouwen van het gas af kunnen. De 30 verschillende regio's werken ieder hun eigen energiestrategie uit. 5 energieregio's doen mee aan een pilot van het Nationaal Programma RES en de Commissie MER over hoe milieuinformatie het beste ingezet kan worden bij de energiestrategieën. De regio's bevinden zich in verschillende stadia van het pilotproces. Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn al ver in het traject. Regio Noord-Holland Noord is natuurlijk wel een hele andere dan Noord-Holland Zuid. In Noord-Holland Noord heb je veel open gebied, veel landbouw, veel polders. Dan zou je eigenlijk meteen zeggen, nou, dus ook veel ruimte voor energieopwekking. Maar hè, ook dat landschap wordt gekoesterd. Noord-Holland Zuid is ten opzichte van Noord-Holland Noord echt een grootstedelijke regio. De regio is al behoorlijk volgebouwd. Dus we zoeken echt in Noord-Holland Zuid naar de ruimte die er nog is en die we dubbel kunnen gebruiken wellicht. En dat is echt een grote zoekopgave. We hebben ervoor gekozen om mee te doen aan de pilot voor de commissie MER. Omdat we zagen dat de stappen die wij zelf hadden gekozen in het proces mooi aansloten bij de stappen die eigenlijk ook de commissie MER voor zich zag. We zijn begonnen met de startnotitie waarin de kaders voor het proces vastgesteld zijn. Nou, kun je ook een beetje vergelijken met de notitierijkwijde en detailniveau. We hebben scenario's ontwikkeld van op welke manier zou je nou energie kunnen opwekken in de regio. Daarvoor hebben we ook participatiebijeenkomsten georganiseerd. Ja, we hebben dan niet een MER gemaakt. Maar omdat er zoveel milieuinformatie in onze concept rest zat, hebben we gezegd, geef daar nou een advies op. Met de bedoeling dat dat straks gaat helpen bij de borging in omgevingsbeleid van al die energieprojecten. Kijk, een MER is nu nog niet verplicht bij een RES, maar wel bij een aanpassing van je omgevingsbeleid. Dus alles wat je nu doet, kan je straks meenemen in je ruimtelijke procedures en dat scheelt tijd. Leuk, je hebt daar ook zo'n strandje. Het mooie is dat de commissie MER een adviesrapport heeft uitgebracht die ons heel veel handvatten biedt om de volgende stappen te zetten. Wij hebben een aantal zoekgebieden van onderaf opgehaald in overleg met gemeente en de provincie. Maar tegelijkertijd zien we ook dat die zoekgebieden nog wel allemaal los van elkaar tot stand zijn gekomen. En dat is ook precies hetgene wat de commissie MER opmerkte, namelijk dat de samenhang ontbrak. Dus daar hebben we nu ook de komende periode voor, tot aan de RES 1.0, om met elkaar te zoeken naar die samenhang en te kijken hoe we dat nog kunnen verbeteren. Ja, wat ook wel ons heeft opgeleverd is dat we wat meer aandacht moeten besteden aan de navolgbaarheid van de keuzes die gemaakt worden in de RES. Je moet kunnen uitleggen waarom je tot de keuzes gekomen bent die erin staan. Dus dat vond ik ook wel een goed aandachtspunt van de commissie en dat gaan we ook zeker oppakken. Zodat we ook aan iedereen kunnen uitleggen waarom de zoekgebieden op de kaart staan zoals ze staan. Het mooie van het advies van de commissie MER is dat er een stap voor stap een aantal aanbevelingen in staan die we kunnen opvolgen. En het mooie is eigenlijk dat je bijna een checklist krijgt of je al die aanbevelingen straks hebt nagelopen en ook daadwerkelijk een antwoord hebt op kunnen vinden. Daarnaast hebben we wel gemerkt dat het rapport helpt bij de besluitvorming. Dus we merken dat besluitvormers, de raden, de staten, het algemeen bestuur van de waterschappen, veel waarde hechten aan het advies van de commissie MER. Statenlid Emre Kanik heeft samen met andere partijen een motie ingediend die is aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Holland. De strekking van die motie was dat wij het advies van de MER en daarbij de pilots graag meegenomen zagen in het vervolgproces van de RES. En dat we daar ook in de Provinciale Staten over gerapporteerd zouden krijgen hoe dat dan gedaan wordt. Dat ook zij gewoon een achterban raadplegen. Concrete informatie is heel erg belangrijk. Het is ook heel erg belangrijk dat we als partijen allemaal dezelfde informatie hebben. Dus het debat wordt er veel beter door. Dat is één. En ten tweede, je krijgt duidelijker het gevoel waar je mee bezig bent. Je krijgt duidelijker het gevoel wat voor effect die energietransitie heeft op onze leefomgeving. De
De metropoolregio Eindhoven doet ook mee aan de pilot over MER en RES. Deze regio omvat een gevarieerd gebied met grote en kleine kernen van stedelijk tot landelijk. Het gebied is relatief dicht bevolkt en huisvest tegelijkertijd veel landbouw en veehouderijen. Onze RES die heeft verschillende pijlers, waarbij besparing een heel belangrijk onderwerp is. Ook over warmte gaat het in een heel hoofdstuk. En voor grootschalige opwek hebben we verschillende werkateliers met stakeholders uitgevoerd in het voortraject. Waarbij ontwerpend onderzoeken eigenlijk het principe is wat we gehanteerd hebben. En daarbij hebben we met de stakeholders gekeken naar de kansen voor energie door te verbinden met andere opgaven. Hoe energie zou kunnen landen in het landschap en in de verschillende landschapstypen. En hebben we eigenlijk geoefend met verschillende energiebouwstenen om op basis daarvan te komen tot een zoekgebied waarbij mensen zich ook gehoord voelen en verschillende belangen vertegenwoordigd zijn. De campinggemeenten die hebben eerder een traject doorlopen waarbij zij nog voor de vraag gesteld is om een RES te maken op zoek zijn gegaan naar zoekgebieden voor grootschalige opwek in de vorm van windturbines en zonnevelden. En in dat proces hebben zij ook een MER uitgevoerd. Dat heeft hen echt geholpen om inzicht te krijgen in de kansrijke zoekgebieden. En dat heeft ons dus ook doen besluiten om dat voor de RES van de regio ook uit te voeren. We waren bezig met 5 campinggemeenten met beleid voor het ontwikkelen van grootschalig zon en wind. En daarbij wilden we toch kijken van wat betekent dat voor het milieu. De MER levert ons op dat wij vanaf een onafhankelijk bureau advies hebben gekregen waarbij wij keuzes kunnen maken, bestuurlijk, welke criteria vinden we van belang. En uiteindelijk kunnen we dan een gebied openstellen voor grootschalige initiatieven op het gebied van wind en zon. In die MER-procedure is ook van groot belang dat we de inwoners meenemen en belangengroeperingen. Zij krijgen van ons inzicht in wat we aan het onderzoeken zijn en zelfs een procedure waarin ze zienswijzen kunnen indienen. En daar moeten we ook op antwoorden, wat uiteindelijk zorgt voor meer draagvlak en de bestuurders helpt om keuzes te maken. De effectrapportage is natuurlijk een mooi wettelijk verplicht instrument. Ook bij belangrijke keuzes op energiegebied natuurlijk een nuttig instrument. Vandaar dat ik als MER-coördinator van de provincie, maar ook als lid van de MER-commissie steeds gezegd heb van... We zouden eigenlijk voor die RES'en, allemaal in Nederland, zouden we eigenlijk zo'n instrument moeten inzetten. Meerwaarde van MER is dat je systematisch kijkt. Je waarborgt met de procedure die daarbij hoort dat je niks vergeet. Dus alle milieuaspecten die relevant zijn meeneemt. En dat je kijkt naar alle mogelijke alternatieven. Wij zijn heel blij met het advies wat de commissie MER heeft uitgebracht. Ze hebben een advies uitgebracht over de notitie rijkwijde en detailniveau. Die hebben we van de zomer ook erin aangelegd. En de MER-commissie heeft ons vooral geholpen om de fasering van de alternatieven nog wat scherper neer te zetten in 2 fasen. We hadden eigenlijk het plan om in de eerste fase ook alternatief te gaan beoordelen. En vanuit het advies is eigenlijk naar voren gekomen, doe dat nou in fase 2. Dan ga je ook wat dieper in op die alternatieven, maar dat helpt ons ook echt om vervolgens richting dat voorkeursalternatief te gaan. En op die manier zijn we het op dit moment aan het oppakken. De regio Fruitdelta Rivierenland kenmerkt zich door pittoreske stadjes en dorpen en de vele rivieren, uiterwaarden, oeverwallen en komgronden. De regio maakt deel uit van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat de RES-regio's milieueffecten meenemen in hun processen en in hun onderzoeken, omdat het een belangrijke plek inneemt in het totaalproces van de energietransitie, maar ook belangrijk is voor de omgeving en het draagvlak. Regio's zijn eigenlijk al meer met milieueffecten en met milieuonderzoeken bezig dan dat ze zelf denken. En daar proberen we als provincie de regio's op te attenderen. Jullie hebben al best veel gedaan, jullie zijn op de goede weg. Maar laat nou ook gewoon zien wat je al onderzocht hebt en wat je al bekeken hebt. En hoe je tot die keuze gekomen bent. Om daarvoor kun je het MER-instrumentarium inzetten. De RES is een nieuw instrument. Hè. Iedereen moet eigenlijk nog een beetje ontdekken hoe dat nou precies gaat lopen. Soms kom je ook tot verrassingen in het proces zelf. En dan heeft het absoluut een meerwaarde om ook een onafhankelijke commissie even mee te laten kijken naar de kwaliteit van je energiestrategie. En ook om te kijken, wat kunnen we alvast dingen meenemen, wat voorbereiden voor als er straks echt concrete projectmerren komen.
We hebben het landschap eigenlijk als uitgangspunt genomen voor de res. Dat hebben we bewust gedaan, omdat als je begint vanuit belemmeringen, je misschien niet alle kansen in beeld krijgt. Nou, in de ruimteateliers zijn heel veel suggesties gedaan door mensen. Bijvoorbeeld sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande infrastructuur. Hè. Bijvoorbeeld de A15 loopt door ons gebied, de A2 loopt door ons gebied. Ook de Betuwe-lijn loopt er doorheen. Nou, sluit daarbij aan, dan heb je zo min mogelijk verstoring elders. En ontzie een aantal kwetsbare landschappen. Bijvoorbeeld het Lingenlandschap. Dat is toch een vrij kleinschalig landschap. Nou, daar was eigenlijk wel consensus van, plaats daar geen windmolens. Voor de inpassing van zon hebben we eigenlijk in de conceptres geconstateerd dat dat vooral lokaal beleid is. We hebben wel gezegd, daar waar je zon gaat toepassen, doe dat zo goed mogelijk passend bij de kenmerken van het rivierenlandschap. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het aansluiten bij oude structuren zoals eendenkooien. Waarbij je eigenlijk de vorm van de inpassing van een zonnepark eigenlijk vormgeeft met oude structuren zoals die eendenkooien. Rivierenland heeft het conceptadvies van de commissie Meer net ontvangen en besproken. Ik was erg blij om te horen dat ze veel complimenten hadden voor het proces wat we tot nu toe gelopen hebben. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten gegeven van hoe kun je nou nog wat specifieker zijn. Hè? Dus hoe kun je gaan trechteren door al te kijken van nou, wat zijn nou bijvoorbeeld bepaalde doelsoorten. Vogels werden genoemd, vleermuizen. Nou, kun je daar alvast wat rekening mee houden of al een soort verkenning voor doen. Nou, daar moeten we echt nog goed naar kijken of dat past, zeg maar, in de tijd richting het 1.0-bod. De regio Holland-Rijnland omvat het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek en kent tegelijkertijd ook een groot stedelijk gebied. De regio is nog maar net begonnen met de pilot, maar wel al bezig een MER op te stellen bij de RES. In onze regio zijn alle gemeenten druk bezig met het maken van de omgevingsvisie. En bij de omgevingsvisie is een MER sowieso al verplicht. En eigenlijk hebben we gezegd, als we dan toch al aan de slag zijn, laten we dan ook kijken hoe we die MER kunnen gebruiken. Want alle milieuinformatie die we nu opdoen, kunnen we meteen ook toepassen en zacht laten landen in onze omgevingsvisie. En daarmee besparen we natuurlijk ook kosten. In Holland-Rijnland kijken we voor onze regionale energiestrategie allereerst naar energiebesparing. Want alle energie die niet weglekt, hoeft ook niet opnieuw te worden opgewekt. En daarnaast speelt duurzame mobiliteit een belangrijke rol. En voor de opwek van duurzame energie kijken we vooral naar wind en zon langs infrastructuur en langs verkeersknooppunten. En daarnaast speelt natuurlijk ook warmte bij ons een belangrijke rol. We zijn er innovatief mee bezig. We kijken naar geothermie en samen met het waterschap ook naar aquathermie. En daarnaast kijken we hoe we de warmte uit de Rotterdamse haven goed kunnen gebruiken. We waren al druk bezig met een MER-traject op te zetten voor onze regionale energiestrategie. En dankzij deze pilot worden we nu in staat gesteld om te innoveren en ook te leren van anderen. En de kennis die wij daardoor weer opdoen, kunnen wij ook weer delen met andere mensen. En natuurlijk kunnen we ons voordeel doen van de onafhankelijke expertise van de commissie MER. En dat komt uiteindelijk onze hele regio ten goede. Ik zou vooral zeggen van niet te bang zijn om de onafhankelijke toets te laten uitbrengen. En gewoon gebruik maken van alle adviezen die je krijgt. Omdat wij alles open en transparant op de website hebben staan, was het ook niet een heel spannend proces om een advies te vragen aan de commissie MER. Dan gaat het veel meer over de inhoud van het advies. Neem de tijd voor belangrijke stappen en ga niet te snel. Want ik denk dat het belangrijk is om het zorgvuldig te doen. Het gaat over nogal een groot en belangrijk dossier en ook over onze inwoners. Zorg ervoor dat je goed samen kan werken, dat er geen problemen bij de gemeentegrenzen optreden, maar dat je een eenduidig en harmonieus regionaal energiebeleid kan voeren.